Volgens onderzoek gebruikt 4 op de 10 jonge mensen geen condoom tijdens een one-night stand. Hoe is dat in jullie groep? Ik denk misschien wel hoger zelfs. Ja. Dus niemand gebruikt een condoom tijdens een one-night stand? Niemand gebruikt een condoom tijdens een one-night stand. Ik denk dat iedereen er echt een beetje scheid aan heeft, eerlijk gezegd. Ja. Waar zijn we precies? We zijn nu op de verenigingsmarkt van de Utrechtse introductietijd, de introductieweek van Utrecht. Juist. Met dus heel veel studenten en heel veel jonge mensen. Zeker, ja. Juist. Heb jij het gehoord over die stijging in SOA's? Ja, dat heb ik zeker gehoord, ja. Om wat voor SOA's gaat dit? Chlamydia is een SOA die heel veel voorkomt. Maar wat we sinds eind vorig jaar zien is dat er ook meer gonorreu voorkomt onder jongeren. Juist. En dat was eigenlijk lange tijd niet zo. Dus dat is... U als arts zijnde, wat is daar dan de verklaring voor? Dat is lastig. Dat weten we eigenlijk nog niet hoe die gonorreu teruggekomen is. Maar het is wel zorgelijk, want gonorreu kan best een gevaarlijke SOA zijn die veel klachten kan veroorzaken. Ja, want sommen nog even op. Ja, wat zijn de klachten? Gonorreu is een bacterie en bij personen met een penis geeft die vaak klachten van pussige afscheiding, of pijn bij het plassen of branderigheid. Ja. En mensen met een vagina kunnen last krijgen van veranderde afscheiding. Maar vaak ook geeft het helemaal geen klachten. Personen met een penis en mensen met een vagina, hoor ik je zeggen. Ja, dat klopt. Ja, we zijn in Utrecht, hè? We zijn in Utrecht, ja. Nee, dat was ik weer vergeten. Oké. Ja. Dat had je nou niet hoeven doen. Ja, alsjeblieft. Ja. Heb je wel eens een... Ja, precies. Heb je wel eens een SOA gehad? Nee. Nee? Nee. Oké, want er schijnt een gigantische stijging in het aantal SOA's onder jonge mensen te zijn. Merk je dat wel in je omgeving? Ik heb wel mensen omheen die wel een SOA hebben gehad. Meestal chlamydia of zo. Ik hoor er regelmatig over. Merk je dat ook om je heen? Dat is wel, ja, je hoort er wel van. Ja. Zeker in Utrecht, denk ik, studentensteden. Ja. Ik heb wel het idee dat ik meer in mijn omgeving, meer mensen hoor over eventuele SOA's. En welke komen het meest voor? Ik denk glam. Ja, ik denk... Chlamydia. Chlamydia. Ja, sorry. Voornamelijk schurft en chlamydia. Juist. En jij zelf wel eens wat gehad? Moet dit? Dit moet. Ja, maar het is wel heel stom gelopen. Wat zei je? Het is heel stom gelopen. Oh, nu ben ik wel nieuwsgierig. Want je kan ook gewoon zeggen, ik heb die en die SOA gehad en punt, maar er zit een heel verhaal achter. Gekregen door dat ik in hetzelfde bed heb gelegen als iemand, maar dan niks met iemand heb gedaan. Dat is de ergst denkbare manier om aan een SOA te komen. En jullie claimen dat jullie nog nooit een SOA hebben gehad. Nooit een SOA, nee. Hoe in godsnaam is dat mogelijk? Ja, al 5 jaar relatie. Kijk, dat gaat al. Ik heb ook al 1,5 jaar relatie nu. Oké, maar de rest van het huis dan? Ja, ook. Wij zijn met 21 meiden, daarvan hebben we gewoon heel veel een relatie. Ik hoor het wel van vriendinnen af en toe om me heen, maar het valt nog best wel mee. In coronatijd was er een stijging, ja. Dat heb ik ervoor gemerkt. Oké, want dit gaat volgens mij om het najaar 2022 en dat was geen corona natuurlijk. Nee, want toen had ik wel veel vriendinnen die een test gingen doen. EGD maakt zich gigantische zorgen. Oh, nou, wij niet. Nee. Volgens onderzoek gebruikt 4 op de 10 jonge mensen geen condoom tijdens een one-night stand. Hoe is dat in jullie groep? Ik denk misschien wel hoger zelfs. Ja. Dus niemand gebruikt een condoom tijdens een one-night stand? Niemand gebruikt een condoom tijdens een one-night stand. Jij hebt nu een relatie, maar anders zou jij het dus ook niet doen? Nee, anders zou ik het wel doen. Ik ben wel verstandig. Ik denk dat iedereen er echt een beetje scheid aan heeft, eerlijk gezegd. Ja. Ja, het is niet verstandig, maar... Is dat dan omdat men het lekkerder vindt zonder condoom? Of is dat omdat men gewoon geen zin heeft in dat gedoe en het gewoon niet bij zich heeft? Geen zin in het gedoe, denk ik. Ja. En geen goede voorbereiding, inderdaad. Jij wilde nu gewoon niet zeggen dat het lekkerder was, toch? Vooral geen goede voorbereiding. Ik heb wel gehoord dat er inderdaad stijging is, maar ik heb niet... Ja, vroeger was ik klein, was ik er niet echt mee bezig, dus... En nu ben je groot. Ja. Nu ga je bier drinken. Ja, en dan krijg ik een SOA. Nou, daar niet van, hoor. Nee. Nee, weet ik. Nee, maar gewoon voorzichtig doen, toch? Doe je het altijd veilig? Probeer het wel. In welke situatie doe je het niet? Soms als je te veel bier hebt gedronken of zo, bijvoorbeeld. Ja. Of als je een relatie hebt, denk ik.